What are you using? Sorry? What are you using? I'm using mainly crack and heroin and like a bit of puff and yeah. Because I'm hearing that the heroin quality is going down recently. Is that something that you notice? Yes, most definitely. Sorry about the jumping around, just trying to walk my stuff out. We zijn met Nieuwsuur in het Verenigd Koninkrijk, in Londen om precies te zijn. London, London, England. Hello, players, hello. En we zijn hier om te laten zien hoe wereldwijd de drugsmarkt aan het veranderen is. Hoe plantaardige drugs zoals cocaïne en heroïne terrein aan het verliezen zijn aan nieuwe, gevaarlijke, synthetische varianten. I would hope that they would disappear and heroin would return. Which sounds a terrible thing to say, that I wish we had heroin. Wil je trouwens nooit meer dit soort video's van Nieuwsuur missen? Vergeet je dan niet te abonneren. Yeah. The heroin quality is definitely going down, and what we're getting in place of it is different mixed up powders, and you can't be sure what's in the powders, and they're dangerous. En in Londen ontmoeten we Steve, die al sinds zijn 17e op straat woont. Hij is zwaar verslaafd en ondervindt aan den lijve hoe de drugsmarkt verandert. De boosdoeners fentanyl en nitazene. With this methazine, the fentanyls and things, they don't know where the lines are, where to draw the lines, how to stop, yeah? Are you worried about this when you're using heroin? Yeah, go on. That it's mixed with something very strong like nitazine too? Personally, yeah, yeah. En die angst is niet ongegrond, want synthetische opioïden zijn extreem dodelijk. So this does actually contain what is estimated to be a lethal dose of isotretinoin, which is 0.1 milligrams or 100 micrograms of powder. So this is just table salt. This is not nitazine. I wouldn't bring nitazine here to show you. Just what would happen? It's just so potent. So the nitazines are a class of synthetic opioid. There are many of them, and they are tens of to 50 times more potent than fentanyl. And fentanyl, we know, is already 50 to 100 times more potent than morphine. So these are incredibly strong compounds. It's part and parcel of a global synthetic drugs revolution that is sweeping criminal markets around the world. Het is een revolutie die in de Verenigde Staten de afgelopen jaren al enorm veel slachtoffers maakte. En na Amerika lonkt nu ook de lucratieve Europese afzetmarkt. In het Verenigd Koninkrijk dus, maar ook hier. Voor het eerst zijn dit jaar in Nederland die nitazene gevonden. In een postsorteercentrum bij Delft vond de politie 1000 pillen, gelabeld als oxycodon. Ja, die zorg is natuurlijk groot. En zeker als je ziet dat er op de pil een ander product staat. Jij weet niet meer exact wat je neemt. En vervolgens pak je wel zo'n hele sterke pil. Ja, echt 100 keer sterker dan heroïne. Dus zeer gevaarlijk als je die inneemt. Ja, kan dat grote gevolgen hebben voor je gezondheid. In Nederland was dat voor het eerst. Maar in het Verenigd Koninkrijk hebben ze met het gevaar van die nitazene inmiddels ruim ervaring. Welcome. This is our harm reduction hub. We've got the bright orange door, so we're very easy to find on the street. We made this place because of the nitazines crisis. So last summer, we got a lot of frantic calls because a lot of people in the Midlands around Birmingham died very suddenly. En dat leidt ook hier in Londen tot grote zorgen. The worry is more just about what the hell is going on with the drug supply, because people don't know nitazines by name. For some people, they're looking for nitazines now. It's attractive to use for some. It's attractive to use, especially because the heroin quality has been really, really poor. En die lage heroïnekwaliteit hier heeft volgens onderzoekers een oorzaak aan de andere kant van de wereld. When the Taliban re-entered power in Afghanistan in 2021, one of their pledges was to eradicate the opium poppy harvesting, which they did do. And even though it looks like there is still heroin coming out of Afghanistan, there was still this fear that we weren't going to have the heroin available. And the organized crime gangs therefore look for alternatives, like what can we do? Een van die alternatieven, synthetische opioïden. Die komen nu nog vooral naar Europa in kleine hoeveelheden, direct van handelaren uit India en China.
It doesn't appear so far that the big criminal groups have moved into bringing in either nitazenes or, for that matter, fentanyl. But at the same time, I am hearing that the Nandareta in Italy is starting to experiment with the development of a fentanyl market in Europe. So, you know, where we are today in Europe, there are different perspectives. Those who believe that Europe will avoid the synthetic opioids crisis, or you could say where Europe is today is where the United States was in 2013, 2014. We komen straks terug bij Europa, maar eerst richten we onze blik op China en op de VS. Where is it? This stuff right here? This is fentanyl. This is death in a bag. Yeah, it's early in the morning and doing drugs already. Want zien we in Amerika nu al wat ook hier kan gebeuren? En wat doet die drugsepidemie met de rivaliteit tussen China en de VS? It is the most lethal drug epidemic ever in history. More people in the United States between the ages of 18 and 49 die from fentanyl than from guns, car accidents or any other cause. Period. Even in the United States, fentanyl was not something that users in the US started asking for. It was a drug that was brought in by suppliers. In the first instance, Chinese trafficking networks, and from about 2015 onward by the big Mexican criminal groups that were watching Chinese traffickers and faced the choice. Do we simply go on promoting heroin production in Mexico to bring to the US? Or do we jump on synthetic opioids that are far cheaper to produce, require far less developed smuggling networks? De kartels kozen voor het laatste, maar dat leidde niet alleen tot die drugsepidemie in de VS. Het zorgde er ook voor dat de drugs onderdeel werden van de rivaliteit tussen China en Amerika. We know that this global fentanyl supply chain, which ends with the deaths of Americans, often starts with chemical companies in China. We rijden hier op dit moment Fengjiazhai binnen, een dorpje in Hebei, een uur of 4-5 rijden vanaf Beijing. Dit is het dorp waar meerdere mensen wonen volgens de Amerikanen die betrokken zijn bij de verkoop van fentanyl aan Amerikanen. Drie mensen staan hier op de sanctielijst, die is gedeeld door de Amerikanen. Daar staan ook de adressen op van deze mensen. Ja, wij gaan kijken of wij hen kunnen vinden en wat hun verhaal is, of ze hier überhaupt nog wonen natuurlijk. Fengjiazhai这边还是能买得到芬太尼之类的吗？或者芬太尼？对，不知道。对，论坛说的是吧？做论坛嘞，这我这上班了也。不是这个这里的人，是隔壁村的。美国是说这边有人是做芬太尼的，周边的。家没有吗？以前有了是吧？哎，以前没有，这是本身是农村，哪有做那的？是吗？嗯。 Iedereen ontkent natuurlijk ten stelligste dat hier ooit chemische opioïden zoals fentanyl of de grondstoffen daarvoor hier werden geproduceerd. Maar wat je wel ziet, en dat is toch opvallend, want dat zie je eigenlijk alleen maar in dorpen waar eerder veel drugs werd geproduceerd of gebruikt, is dat overal propagandaborden hangen waarop staat de strijd tegen drugs moet gewonnen worden en we zullen niet opgeven om drugs uit te roeien. Hoeveel mensen ook zeggen over dat hier überhaupt nooit iets is gebeurd rondom drugs. Toch moeilijk te ontkennen, getuigen ook die enorme propagandacampagne hier. The Chinese government has been a difficult partner in trying to stem the flow of precursor chemicals. Part of it has to do with the vastness of the chemical and pharmaceutical industries, consisting of hundreds of thousands of facilities, thousands or tens of thousands of firms that need to be supervised. Part of it has to do with geopolitics. 美国内芬太尼危机的根源在于自身，减少国内需求和国内供给才是治本之策。 There are many who believe that China is engaged in asymmetric warfare against the United States, that is purposefully trying to kill people in the United States through the distribution of synthetic opioids or through the enabling of the spread of synthetic opioids.
I don't believe that's the case. 美方要做的是反躬自省，加强国内处方药管控，强化对毒品危害宣传，减少国内毒品需求，而不是对别国污蔑抹黑、甩锅推责。But with the United States and with all other countries, it instrumentalizes law enforcement cooperation. It uses it when it wants to reward a country or when it wants to obtain something, and it denies it when it wants to punish a country or when it doesn't get what it wants. Het probleem is dat vrijwel geen van de huizen hier huisnummers heeft. Het probleem natuurlijk met al die verschillende loodsen is dat je geen idee hebt waar vandaan ze het doen. Ze natuurlijk ook makkelijk hun activiteiten kunnen verplaatsen. Ja, en dat de autoriteiten waar het hen dat uitkomt natuurlijk ook een oogje kunnen dichtknijpen op het moment dat de relatie met Amerika misschien niet helemaal de kant op beweegt die men hoopt. En ja, toch wat meer pakketjes ook vliegen, bijvoorbeeld naar Amerika. Afgelopen jaar maakten China en de Verenigde Staten voor het eerst in 2 jaar weer afspraken om de handel in fentanyl tegen te gaan. Maar de Amerikanen waarschuwen. Wat bij ons is gebeurd, kan nog steeds bij jullie ook gebeuren. The United States may have been to some extent a canary in the coal mine when it comes to fentanyl, but alas, we are not alone. Dit soort synthetische drugs verspreiden zich nu dus ook razendsnel over de rest van de wereld. Criminal organizations trafficking drugs are exploiting gaps in our interconnected system to bring new drugs to new places in new ways. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken waarschuwde vorig jaar specifiek Europa. Of het is een probleem waarvan jullie nog niet weten dat jullie het hebben, of het is een probleem dat jullie nog zullen krijgen. In Europa duiken de afgelopen jaren steeds meer nieuwe synthetische opioïden op. Tussen 2005 en 2023 81 nieuwe varianten. En zoals we aan het begin van deze video ook al zagen, dat begint hier ook problemen op te leven, zoals in het Verenigd Koninkrijk. En Steve kan daar over meepraten. Because I've been over and gone over at OD's on quite a few occasions. About 8 months ago. I OD'd 4 times in a month, yeah? They broke my chest plate and like resuscitating me. I was lucky that somebody was watching over me. They brought me back to life 4 times in a month. So like, yeah, I was worried about it. You think this had something to do with the nitazine or fentanyl, or was it straight heroin? No. I know for certain it had something to do with at least fentanyl. At the time I was unaware of the methazine, yeah. I didn't know what it was, yeah. Deze middelen, vaak dus vermengd met reguliere drugs, zaaien inmiddels dood en verderf in het Verenigd Koninkrijk. Sinds juni vorig jaar worden 284 doden gelinkt aan nitazene. En volgens experts ligt het werkelijke aantal doden waarschijnlijk nog een stuk hoger. Die nitazene zijn vanwege de minieme hoeveelheden werkzame stof vaak lastig op te sporen. These are the real hotspots of where people are being impacted by nitazines. Quite a number of the early deaths that are nitazine deaths have happened in hostels. A lot of people won't know nitazines by name yet. So people will know something is going on with the drug supply, but there's lots of different rumors about what that something is. I don't know much about it. Yeah. I read in the paper. I understand. Veel van de grondstoffen voor die nitazene komen dus uit China. Dat plaatste afgelopen jaar nitazene op een verboden lijst. Maar wij waren wel benieuwd. Hoe makkelijk kan je nou ondanks al die maatregelen aan dit soort spul komen? Dus zoeken we vermeende handelaren op Telegram en vragen hen om die verboden middelen uit China. Eerst zeggen ze nee, inderdaad, omdat die middelen verboden zijn. Maar als we doorvragen naar vergelijkbare producten, blijken er al snel niet verboden alternatieven te zijn. We kunnen een monster bestellen van een nieuw product. Iets dat volgens de handelaren lijkt op nitazene. Het toont aan dat het ondanks de maatregelen eenvoudig is om te kopen.
En dus vragen we onze correspondent Sjoerd in China om eens een kijkje te gaan nemen bij die bedrijven achter de Telegram-accounts. Het is rood, mevrouw. De bocht om hier in Shijiazhuang, de hoofdstad van Hebei is dat. Een kleine 2,5-3 uur rijden, zeg maar, van de dorpjes waar we eerder waren vandaag. We willen langs bij het Chinese bedrijf Miaoyin. Zij geven ons kort van tevoren aan probleemloos nitazene te kunnen leveren in Nederland. Meerdere partijen zeggen nog altijd dat spul aan te kunnen bieden. Wij gaan kijken of op hun marketingkantoortjes hier in de Wolkenkrabbers in Shijiazhuang dus, of wij die mensen kunnen vinden. Camera down. Daar gaat hij dan.就可以见到问你，这个公司苗音公司或者河北银行，这不是我们这儿，所以你们什么时候帮入住的？对，能不能过一下？OK，OK，对，应该是之前那家公司是这样，这个地方我们两个月前搬过来，搬走了，搬到哪儿呢？不清楚，我们是刚过来两个月就。你好。 不好意思，我是来自荷兰的记者，你们还是关了是吧？生物科技有限公司。我们不允许拍摄，谢谢。不是我们公司，就是我们还没有画，我们没有把它撕下来，没有换呢还。真的吧？所以你们是什么时候到这边搬走了？上个月吧。上个月吗？ 但是这个就还是对，这是因为没有车。这个之前公司走的时候没搬走，然后我们直接就是租这个地儿过来的。真的吗？对，这个绝对有一点。Ook hier zeggen ze, we hebben eigenlijk geen idee wie dat zijn. Dat weten we allemaal niet. Wij zijn hier in juni ingekomen. Betekent dat dat marketingkantoortje van Guanlang, een van die bedrijven dus die fentanyl en andere opioïden leverde, onder meer aan de Verenigde Staten, dat die is verdwenen, dat die is verhuisd, ja, en God mag weten waar naartoe. Terwijl de Chinese handel schimmig blijft, zijn de zorgen in Europa groot. Vanwege die recente problemen in het Verenigd Koninkrijk dus, maar ook in de Baltische Staten. Het is volgens experts een zorgwekkende ontwikkeling. Europe is today where the United States was in 2013 and 2014, where other drugs than fentanyl dominated the market, such as heroin and cocaine, but where Chinese traffickers started bringing in synthetic opioids, in this case, fentanyl. And so the European criminal groups or organized crime groups in Europe, which today include also Mexican cartels, will face the choice. Do we jump into synthetic opioids in Europe as well? Do we try to develop them? Or do we just let this pass? I think it could very much become a bigger problem for mainland Europe as well as the UK. And that's because these synthetic opioids, these nitazenes, are quite easy to synthesize. And my expectation is that the temptation for organized crime groups will be enormous in Europe to enter the synthetic opioid market. And when that happens, the scale of spread will be far greater than what we have been seeing so far. I think they're here to stay, if I'm honest with you. Let's say the ban on opium production was lifted tomorrow. Still, that will take a year to actually impact the market, at least. And people won't want to switch back to heroin because nitazenes are so much more potent. I would hope that they would disappear and heroin would return, which sounds a terrible thing to say, that I wish we had heroin, but you know, the risks of heroin are much less than these synthetic opioids. But I don't necessarily see that happening.